Donderdagavond is in de Grote Kerk het Suikerzoet Filmfestival officieel geopend door burgemeester Lamers. Bij deze opening werd ook de Zilveren Traan uitgereikt. Dit is de prijs voor de beste korte film. We gaan het volgende onderdeel hebben. Het onderdeel en dan beginnen we met de rest vanavond. Het is feest, dus elke avond hebben we een feestje. Vanavond is de opening van 15 jaar Suikerzoet Filmfestival. Dus de 15e editie. Dat doen we altijd, niet altijd, maar nu in de Grote Kerk. En dat doen we al met een feestelijk programma. Met de muziek en het uitreiken van de Zilveren Traan. Onze juryprijs, onze prijs voor beste korte film. En dan vieren we eigenlijk dat we 4 dagen feest hebben met 135, 140 films. 4 dagen lang in Schiedam, op mooie locaties. De toetsenist van de Kik hebben gevraagd om 2 nummers te zingen bij filmbeelden die we draaien in het festival. Dus Rocketman en First Man. En hebben we gevraagd daar bij Rocketman ook Rocketman te spelen van Elton John. En daarnaast bij beelden van First Man, hè, dat gaat over de eerste man op de maan. Hebben we gevraagd om daar Space Oddity van David Bowie bij te spelen. En om ook zeg maar een soort kick-off te geven, want we hebben namelijk het hele festival heel veel filmmuziek. Films die over muziek gaan. Dus in het programma van ons festival hebben we denk ik zo'n stuk of bijna 20 films die gaan over muziek. En we hebben ook nog eens een keertje 4 singer-songwriters gevraagd om naar aanleiding van de film uit ons programma een nummer te schrijven. En dat nummer gaan ze ook spelen voordat die film gaat beginnen met beelden uit de film. En dat levert uiteindelijk een soort soundtrack op van het festival. En dat zijn dus 8 nummers. Originele nummers, speciaal geschreven voor het festival. En ik kan ook iedereen downloaden tijdens het festival via onze website. Dus dat zijn dan dat is het cadeautje die we dan ook nog geven, zeg maar. Dus niet alleen gratis film, maar ook nog eens een keertje muziek. Was het moeilijk om de korte film hitte te maken? Nou, het was best lastig. Er zaten best wel wat uitdagingen in de film. Uiteindelijk, het is een korte film, dus je bent er relatief zeg maar niet zo lang mee bezig. Maar relatief zaten er dan wel weer heel veel uitdagingen in die best lastig te realiseren waren. En wat voor uitdagingen hebben we het dan over? Nou, in de film is de hoofdrolspeelster, die speelt een meisje die een ijswinkel inkomt. Het is een bloedhete dag. Ze probeert een beetje verkoeling te zoeken door een ijsje te kopen. Maar daar ziet ze de ijsverkoper en daar krijgt ze eigenlijk alleen nog maar heter van. Ze wordt een beetje zenuwachtig van hem. En in de film smelt ze als een ijsje. Maar hoe laat je iemand smelten? Dat is natuurlijk iets wat, ja, dat moesten wij dan als filmmakers gaan uitzoeken. Hoe doe je dat? Hoe breng je dat in beeld? En uiteindelijk is dat een combinatie geworden tussen visual effects en heel veel special make-up en special props. Dat was best wel een ingewikkeld ding om te maken. Openingsavond is daar zet je eigenlijk een beetje de toon neer. He, dus dat is eigenlijk, daar zet je neer van wat je het festival kunt verwachten. Qua sfeer, maar ook dus de muziek, de openingsfilm, maar ook een uitreiking. Een openingsavond heeft iets speciaals. Dan als dat eenmaal gebeurd is, dan gaat de rest vanzelf. Dus eigenlijk een beetje voor ons ook het spannendste moment. Eigenlijk, want ja, dan moet je zelf wat doen, hè. Je moet wat zeggen. Er is live muziek en het moet allemaal kloppen. En daarmee, het is echt het startschot, hè, een beetje. Op zo'n avond als deze, voelt er dan ook wat spanning? Ja, lichtelijke spanning. Ja. Maar die is nu voorbij, want nu is het begonnen. Er worden meerdere films op dit moment gedraaid in Schiedam. Eén wordt bijvoorbeeld in Wenneker Cinema gedraaid. Ja. Maar eentje wordt ook hier in deze kerk gedraaid. Waarom is er specifiek gekozen om het in een kerk te draaien? Nou, omdat wij vinden dat filmervaring op bijzondere locaties een hele bijzondere, een extra ervaring geeft. Dus dan, kijk, film kijken in het donker, hè, dus niet op televisie thuis, maar gewoon echt op een groot scherm. Dat is al bijzonder, maar door dat in een hele mooie oude locatie te doen, en daar hebben we natuurlijk nou heel veel van, we hebben heel veel historische locaties, heel veel monumenten. Ja, dan blijft zo'n film veel langer hangen. Mensen weten ook nog na jaren, ik heb die film gezien en ook nog waar. Weet je wel? Ja, en je ziet zoveel films in je leven, je ziet nooit altijd weten, wanneer heb je nou gezien? Nou, dit soort, ja, dat komt dan in een soort collectief geheugen terecht. Dat vind ik wel heel bijzonder. Ja, ik wil heel graag het festival bedanken en de jury heel hartelijk bedanken. Ik vind het echt te gek. We hebben inderdaad een hele korte film van 2,5 minuut gemaakt.
En even een speciaal applausje wil graag voor Tessa Meijer, de regisseur en schrijver van de film, die hier helaas niet bij kon zijn, maar we maken een filmpje voor haar. Tessa, deze is voor jou. Het idee, het concept, waar kwam dat vandaan? Nou, ik ben de producent, Tessa Meijer, dat is de regisseur en de schrijver van de film. Zij heeft het idee bedacht en zij kwam eigenlijk op het idee doordat ze iets wilde doen. Het was niet afgelopen zomer, maar de zomer hiervoor, 2018. Toen was het op een gegeven moment echt zo bloedheet. Nou ja, dan heeft iedereen het natuurlijk over klimaatverandering. Daar was over na aan het denken en toen ineens kwam deze scène bij haar op. Dus dat heeft niet zo heel veel te maken met klimaatverandering op zich, maar ze dacht aan een bloedhete dag en dat je dan op een gegeven moment, mensen zeggen dan van, oh, ik smelt van de hitte. Ze dacht, wat nou als dat letterlijk gebeurt? Hoe hebben jullie het voor elkaar gekregen om het toch in 2 dagen te doen? Aangezien jullie toch al wel tegenslagen hebben gehad. Hoe hebben jullie dat gedaan? Nou, het was een hele volle planning. Ook wel een van de lastigste planningen die je kan bedenken voor een korte film. Maar we hadden heel veel mazzel dat we uiteindelijk alles op 1 locatie konden doen. Dus in een ijssalon. We hebben er eerder nog wel over gehad om ook dingen in de studio te draaien. Maar dat is uiteindelijk niet nodig geweest. En daardoor heb je best wel veel, kan je best wel tijd nemen. En kan je die film toch daar mooi op 1 locatie draaien. Femke Louise is ook wel een grote naam. Hoe is het jullie gelukt eigenlijk om die in de film te krijgen? Nou, grappig genoeg was dat eigenlijk het eerste wat we deden. We hadden natuurlijk een script geschreven. En daarna hebben we heel snel Femke benaderd. Wij dachten inderdaad van ja, geen idee of ze dit wilde doen. Maar we hadden wel eens gelezen dat ze wel acteerambities had. Dus we dachten, nou, wie niet waagt, wie niet wint. Dus we hebben haar via haar management benaderd en toen heeft ze eigenlijk in overleg met haar manager besproken van nou, het is eigenlijk wel heel leuk om juist met een korte film een keer eens te proberen hoe het is om te acteren. Dus dit is haar acteerdebuut en wie weet gaat ze in de toekomst nog wel meer doen. De naam De Zilveren Traan, waar komt die eigenlijk vandaan? Nou, die is eigenlijk afgeleid van dat wij hebben ooit, als in het begin hebben wij als mascotte voor Suikerzoet, de jongen met de traan, zo'n zigeunerjongen met de traan gehad. Hebben daar een tekening van gemaakt, een soort van logootje met een jongetje met een traantje. En ja, dan krijg je prijzen, dan heb je altijd goud en zilver. En waarom niet goud? Omdat wij tranen, zilver vinden wij eigenlijk wel mooier. En we hebben ooit wel een gouden traan gehad. Dat was een beste langer speelfilm. Alleen die wordt altijd gewonnen door grote films of bekende filmmakers. Ja, dan om zo'n prijs daar te krijgen vonden wij en heel lastig. En wij vonden dat de prijs wel iets moest toevoegen aan het filmmaken. En jullie film heeft de Zilveren Traan gewonnen. Wat betekent dat eigenlijk voor jullie? Nou, heel praktisch gezien betekent dat een geldprijs. En we hebben een kunstwerk gekregen. Dat vind ik heel tof. Maar wat ik eigenlijk nog wel leuker vind, is dat je ook de eer hebt dat je film gewaardeerd wordt door collega's in het filmvak. Maar we hebben hem ook net in de zaal gezien en daar wordt ontzettend goed op gereageerd. Dus dat is heel gaaf, vind ik. Ik ben eigenlijk ook al vanaf het allereerste jaar betrokken bij het Suikerzoet Filmfestival. Eerst als vrijwilliger. Ook heel lang rondgereden met het busje met de filmspoelen, toen er nog spoelen waren. En nu heb ik ook, zeg maar voor de tweede keer, het cadeau bij de prijs ontworpen. Dus een kunstwerk in een editie van 5, Zilveren Traan. En dit jaar is het weer een hele nieuwe, want het is een jubileum. En de vorige waren op. Dus er is nu een nieuwe versie gekomen. Die is nu net af. Die is nou voor het eerst uitgereikt. De eerste versie van de Zilveren Traan bestond uit een soort filmdoek van een witte zakdoek met een trappetje en een soort uitgesneden traan met een verbandje waar dan zilver achter zat. Een heel ander soort beeld als deze. En deze, dat is een beetje dramatisch beeld van een alleenstaand feestparasolletje waar een beetje een soort zilveren tranen vanaf druipen eigenlijk en nog een beetje confetti omheen zit. Maar het is echt meer een soort schilderachtige foto dan een prijs. Hè? Dat was ook echt de wens van Edwin Spek, die dit organiseert, dat het meer een kunstwerk dan een bokaal of een eremunt was. Maar echt iets wat je aan de muur kan hangen en waar je ook naar kan kijken zonder dat het echt een illustratie is of zo. Dat het heel letterlijk is. Dus ik hoop dat het ook zo overkomt en dat het ook dat er van genoten wordt. Veel plezier dus het komende weekend. Ja, graag veel films zoeken. Check de stoelenchecker
heel belangrijk, stoelenchecker. Op onze website www.suikerzoetfilmfestival.nl, ja, daar zie je de stoelenchecker. Gebruik die ook, want dan kun je goed zien of er nog plek is. Anders kom je voor een gesloten deur, wil je niet. Dus dat is de volgende. Hè. En dan voornamelijk heel veel films kijken. Gewoon lekker duiken in die films. Dan heb je een heel mooi weekend.